Hier gaat het allemaal gebeuren. Het hele weekend Huiken in Toldiek. En de laatste keer, dus het is ook nog een emotionele 39ste keer, denk ik. Ja, nee, dat zal zeker. Het is een begrip, het is 39 jaar. Altijd de laatste weekend van juni. En ja, als dit de laatste keer is, dan, ja, dan is dat jammer. Dus we gaan dubbel genieten. Ja. Alleen door ook of niet? Bij je baar? Normaal in Toldijk. Dat is eigenlijk het verhaal van Flophouse. De plattelandsjeugdsoos die de huiskamer van het dorp werd. We bij de jeugdsoos zonder subsidie. En nou ja, door dit soort evenementen te halen ja, verdienen we geld om activiteiten zoals kinderclub, tienerclub en dat soort zaken te financieren. We hebben het eigen gebouw, dat kost natuurlijk ook geld. En nou ja, we kunnen al meer dan 40 jaar de jeugd en jongeren in Toldijk en omstreken een leuke tent bieden. En dat is Flophouse. Toldijk en Normaal, ze zijn samen groot geworden. De band vierde er jubilea. Nam in Toldijk afscheid van bandleden. Zoals 2 jaar geleden. Het allerlaatste concert met drummer Jan Manschot. Toldijk is een hechte gemeenschap. Heel veel vrijwilligerswerk wordt er gedaan voor Flophouse. Ik denk dat Flophouse ook de basis is van Bono hier staat met Huiken in Toldijk. Mensen hebben een affiniteit met Flophouse en de buurt werkt ontzettend mooi met. Het is natuurlijk heel wat anders als hier een gezin woont of je hebt een jeugdsoos. En nee, iedereen die vindt het ook de moeite waard. Een dorpsplan is zelfs geschreven dat het behoud van Flophouse erg belangrijk is. Dus het is voor de hele gemeenschap een belangrijk iets. Huiken. Wat is dat eigenlijk, Huiken? Ja, dat is... Ja, dat is het woord voor brekken, soep en agua. Nou, dit is dus de poster van Huiken in Toldijk 2015. We zitten in de luxe positie dat ze deze posters nog nooit een bestemming hebben gevonden. Want het was uitverkocht voor de reclame wel om gaan maken. Dus we hebben nu collectors items. Normaal in Toldijk is eigenlijk ook het verhaal van de familie Spekkink. Vader Martin, in 2006 overleden, was de oprichter van Flophouse. Zijn zoon en dochters hebben het stokje overgenomen. Het was een beladen weekend, denk ik. Het is toch altijd papa's feestje geweest, ook. Beladen weekend, het wordt een prachtig weekend. Het wordt prachtig weer. Het wordt onmundig ruiken, dat sowieso. Onmundig veel bekenden zien. En onwijs genieten. Maar het is een uniek... Het mekka van ja, de normaal concert wordt wel eens gezegd. Je zit hier in Noorderbreedte, 4 kilometer van Hummelo. Wel, dit is de Achterhoek. Het hart van de Achterhoek waar het gebeurd is, waar het bedacht is. Waar de inspiratie vandaan komt. De velden hier om ons heen en de kroegen hier om ons heen. Daar wordt over gezongen. En dat is gewoon iets dat zit hier. Dit weekend dus. Nog 1 keer Huiken in Toldijk. Of... We holden de laatste weekend van juni hollen wielen gewoon als Huiken in Toldijk. Huiken kunnen wielen denk ik ook zonder normaal. Het zal een heel ander Huikweekend worden. Maar Huiken is toch feestvieren. En dat gaan we toch ook volgend jaar doen in de laatste weekend van juni.